Jean Tinguely was een Zwitserse kunstenaar die bekend staat vanwege zijn machines. Spektakel eigenlijk, je drukt op een knop als publiek en er gaat iets bewegen. Maar in deze tentoonstelling laten we zien dat hij zoveel meer was dan dat. Hij was een architect, hij was een ontwerper van grote explosies. Hij organiseerde tentoonstellingen. Hij schreef en tekende als een gek. Hij had hele zwartgallige machines, maar ook hele vrolijke. En ik denk die hele waaier aan praktijken kun je zien op deze tentoonstelling. Tinguely was een kunstenaar die alles op losse schroeven wilde stellen, alles in beweging wilde brengen. Hij geloofde dat de kunst niet zo puur moest zijn. Een werk kon niet af zijn, dus hij was eigenlijk op een bepaalde manier gefrustreerd over de schilderkunst. Hij had het geprobeerd, maar dat lukte niet. Hij zei, een werk is gewoon nooit af. En daarom ging hij de abstracte kunst van mensen van voor hem, zoals Malevich of Miro, in beweging zetten met kleine motortjes en radertjes. Nou, daarna volgde een scala aan andere werken, want het zette hem op een spoor eigenlijk om de kunst in de breedste zin te bevragen. En plein milieu de la Renaissance. Avant, la notion d'art n'existe pas. Non, aucune notion d'art, ni chez les Égyptiens, ni chez les Mayas, ni chez les Indiens, ni chez les Chinois, ni chez les Grecs, ni nulle part. Ils avaient des gars qui faisaient des choses. Tinguely's werk gaat over een verzet tegen de witte ruimte, tegen het museum, tegen de steriliteit. Hij wil lelijkheid vieren. Hij wil machines maken die ook over machines gaan. Het zijn metamachines. Ze zijn filosofisch. Before this sculpture, it's just a machine. Just a machine who does nothing. Just moving by herself and enjoying people, maybe, or making people mad too. Sometimes making people angry or bringing problems to people. Zijn werk oogt vrolijk. Het is speels. Je kan op een knop drukken en de machines gaan hele gekke bewegingen maken. Tegelijkertijd laten we in deze tentoonstelling zien dat hij ook gefascineerd was door de destructieve kant van machines. Nou, je moet maar aan oorlog denken, aan wat machines daar kunnen verrichten. Dus hij heeft ook een belangrijke lijn waarin de machines zichzelf vernietigen. En ook een belangrijke lijn waarin hij de machines helemaal zwart spuit. Dus al het materiaal, de herkomst, zie je niet meer. En daardoor krijgen ze een heel theatraal, maar ook agressief karakter. Tinguely organiseerde 4 keer gigantische explosies. Wat belangrijk is dat hij bevroeg hiermee de status van het kunstwerk als een verzamelobject. Hij wilde iets creëren wat zo tijdelijk was dat het totaal niet in een museum kon belanden. In die zin dus een soort kritiek op die kunstwereld. Tegelijkertijd een enorm spektakel. Na de eerste kreeg hij meteen een brief van Walt Disney van wil je er alsjeblieft nog een doen en met ons samenwerken, want het is zo fantastisch. De schoen van Madame Lacasse heet dit luidruchtig apparaat dat ontsproot aan het brein van de Zwitser Tinguely. Het Stedelijk heeft een hele bijzondere band met Tinguely als tentoonstellingsmaker. In 1961 maakte Tinguely samen met Daniel Spury zijn eerste tentoonstelling, een grote overzichtstentoonstelling getiteld Bewogen Beweging, waarin allerhande kunstenaars die ook bewegende kunst, kinetische kunst maakten, te zien waren. Tinguely viel toen al op, hij stal de show. En Willem Sandberg, op dat moment directeur, was totaal verkocht, bekeerd, zoals hij het zelf noemde. En hij bood hem aan om het jaar daarna terug te komen voor een nieuwe tentoonstelling. En dat werd een dynamisch labyrinth, Dilabi genoemd. Dilabi werd een gigantisch succes. De pers vond het minder, vond het moeilijk te begrijpen, want het was eigenlijk een soort kermis. Hij had een aantal kunstenaars gevraagd, 6 kunstenaars, waaronder Niki de Saint-Val en Robert Rauschenberg, om ruimtevullende installaties te maken. Die deden denken aan een kermis, van een schiettent tot een spookhuis, tot een ballenbak. Alles was aanwezig.
Je ziet op het filmmateriaal dat Ed van der Elske produceerde dat het publiek aan de ene kant enorm veel plezier had en aan de andere kant ook hele kritische vragen stelde. Kan dit wel? Is dit wel kunst? Dit zou toch eigenlijk niet mogen? Tengeli is op een bepaalde manier de uitvinder van de co-creatie. Niet alleen werkte hij heel nauw samen met het publiek mocht meehelpen om het kunstwerk aan te zetten of kon eigen kunstwerken produceren, maar vooral ook het netwerk van zijn geliefdes, Eva Epli en Nicky de Senval, maar ook vrienden zoals Luggenboel, Daniel Spurri. Jarenlang bleef ze hem trouw. Samen met zijn geliefde Nicky de Senval werd hij vaak de Bonnie en Clyde van de beeldende kunst genoemd. Het is een enorm charismatische figuur die ook door zijn werk in de openbare ruimte te plaatsen continu de aandacht trok. Midden jaren 80 kreeg Tengeli een hartaanval. Zijn gezondheid was al wat slechter en dan is hij ook 3 maanden uit de roulatie. En langzamerhand krabbelt hij weer op, maakt hij vaak wat zwartgalliger werken, waaronder De Mengele Doden dat. Tegelijkertijd maakt hij ook allerlei vrolijke werken, kroonluchters, die we ook boven de trap hebben hangen. Maar dat zwartgallige, dat zwarte, dat blijft wel een belangrijk motief op dat moment. En in 1991 overlijdt hij uiteindelijk. En dat wordt gevolgd door een staatsbegrafenis in Zwitserland. Daarmee zie je hoe ongelooflijk belangrijk en betekenisvol hij is geweest. In deze tentoonstelling kan het publiek Tengeli leren kennen in al zijn verschillende facetten. Zijn verschillende gezichten als een hele precieze knutselaar, tot een grootse, meeslepende, mediagenieke acteur, tot iemand die zelfdestructieve installaties maakt, tot een architect, een tentoonstellingsmaker. Iemand die als een waanzinnige brieven schreef aan al zijn netwerk, en die brieven hebben dan weer de meest waanzinnige gekke vormen. Kortom, iemand die van de speelsheid van het leven viert tot de dood. En ik denk, alles wat daartussenin zit, dat zie je op deze tentoonstelling.